Ja, hallo meneer. Wat wij ons afvroegen is, geniet u wel eens? Ja. En hoe dan? Nou ja, dan ga ik eigenlijk gelijk vanuit mijn werk ga ik naar mijn huis toe. En dan zet ik de verwarming op 33. En dan doe ik de ramen dicht en dan doe ik alle kranen open hier, het liefst warm op de douche. En dan loop ik eigenlijk naar de keuken toe en dan zet ik de wasmachine aan en de oven. Allebei met niks erin. De blender aan, ik ben constant koffie aan het zetten. Ik heb de magnetron heb ik aanstaan, daar doe ik wel wat in, want anders gaat die knetteren. Stoompan, pressure cooker, trillgrill, tostiasjes. Dan draai ik alle gaspitten gewoon keihard open. Ik wil de vriezer wil ik ijskoud hebben, dus ik heb de koelkast is ook een soort vriezer. Dan loop ik naar de woonkamer toe en dan zet ik de tv keihard aan. Ik heb twee laptops. Op mijn ene laptop ben ik alleen maar aan het downloaden en die andere ben ik alleen maar aan het uploaden. Zoveel mogelijk knoppen indrukken, daar komt het eigenlijk op neer. Ik heb de radio aanstaan, er zit een cd in de Dolby Surround Soundset. Op die ene laptop waarop ik aan het downloaden ben, heb ik Skype aanstaan. Op die andere laptop met het uploaden staat FaceTime op. Wat ik eigenlijk dan heb afgesproken, er komt een vriend van mij, die stuurt me dan een bericht. Ik stuur alleen berichten terug in caps lock. Ik heb mijn wifi, ben ik helemaal aan het resetten. Maar als hij dan komt, dan staat hij beneden en dan heb ik met hem afgesproken dat hij 3 uur lang, om het kwartier, aanbelt. En als hij dan aan het aanbellen is, dan ben ik de wc constant aan het doortrekken. Een vriend van mij die heeft een brommer en die tillen we dan met z'n allen naar boven. En dan gaan we gewoon flink gassen hier. Door zijn e-smokers heb ik opgekocht en die laat ik leeglopen en die vul ik eigenlijk in een half uur lang. De pc, echt een bakbeest, zo'n oude. Die staat in connectie met 2 printers van mij. Een kleurenprinter waarop ik eigenlijk alleen maar kleurenfoto's aan het uitprinten ben. En die andere printer is zwart-wit. En daar probeer ik A4'tjes die helemaal zwart zijn uit te printen. Als dat dan klaar is, gaat het rechtstreeks de versnipperaar in. En dat is eigenlijk stookvoer voor mijn sierhaard die in de woonkamer staat. En de resten daarvan, die doe ik in de vuurkorf bij mij in de slaapkamer. Ik pak mijn gereedschapsriem en dan begin ik eigenlijk direct met solderen, hameren, boren. Eigenlijk alles wat geluid maakt. Als ik er zin in heb, ga ik alles opnieuw schilderen. En dat heb ik eigenlijk best wel vaak. Dus heel vaak is het gewoon helemaal nat bij mij en ruikt het naar verf. En ik ren ook heel veel rondjes in mijn eigen kribben. Dat vind ik vet. Ja, dat is eigenlijk mijn pleziertje. Eigenlijk, ik wil gewoon een hoge energierekening. Omdat ik het kan betalen. Ik werk er keihard voor. Ik heb altijd meegekregen vanuit huizen van waar het ook altijd bloedheet was. Dat het, als je iets wil, nou, opstaan en die kont wassen en keihard aan de slag. Want anders krijg je het niet. Wil je nog meer weten?